Like many regions of Europe, Flanders is seeing an increase in the life expectancy of its inhabitants. This brings up a series of questions about how the medical system works and what needs transforming. Moving towards a personalized care and cure system has become necessary in order to continue offering accessible health care to patients. Niemand kan een oplossing op zichzelf brengen. Dus het is belangrijk om de biologen, de scheikundigen, de bioinformatici, de technologen, de clinici, om allemaal bij elkaar te brengen. Bringing together clusters from biotechnology and nanotechnology, two sectors which have been strong but until now independent of one another, is what Flanders has opted to do. Nano for Health is one of many good examples of smart specialization in Europe. There are two objectives: to preserve the healthcare system and to diversify the economy thanks to these innovative solutions. We zijn ervan overtuigd dat je verschillende disciplines nodig hebt om echte disruptive innovatie mogelijk te maken, niet gewoon incrementele innovatie. This strategy is already bearing fruit. The results can be found in this assembly line. These little pieces will fit together to form an automated molecular analysis box. When it is marketed in 2014, this device will allow patients to do their own tests and get a quick, accurate diagnosis. Wat smart specialization eigenlijk beoogt is te zeggen: differentieer eerder dan imiteer. Dus zorg ervoor dat je als regio goed nadenkt waar je het verschil kan maken. In this research institute specializing in nanoelectronics, differentiating yourself means miniaturization of equipment. This chip will soon be at the center of a portable blood analysis device. Over time, it will send all information to your smartphone and then to all the medical professionals involved. Onze activiteiten in de healthcare sector groeien 30% en zelfs soms tot 50% per jaar. In vergelijking daarmee, de elektronica sector is redelijk gesatureerd en heeft een typisch groeicijfer van 6%. A third example is the pharmaceutical sector. In this diagnostics lab, researchers use a combination of techniques to develop personalized, more efficient HIV and AIDS treatments for patients. Het is dankzij de Europese omkadering, de Europese funding en de Europese context dat we een doorbraak hebben kunnen forceren. Een van de heel belangrijke aspecten bij smart specialization is ook cross-border denken. Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven over regio- en landsgrenzen heen clusters vormen? En vanuit die clusters een stuk hun posities versterken in een internationale competitieve omgeving. By combining two enabling technologies, Flanders has allowed two strong sectors to diversify and be more competitive. Smart specialization is a way to take charge and redesign your own future. Het moet beginnen met die passie. Daar ben ik van overtuigd. En het is de conviction en de passion samen die ervoor zorgen dat we de oplossingen kunnen brengen. Smart specialization is ook een noodzaak om in feite een groot verschil te maken voor patiënten. Want uiteindelijk, u of ik, wij gaan allemaal patiënten zijn.